Welkom bij de 9e uitzending van Compassie, een maandelijks programma waarbij we in verbinding staan met Oost-Europa. Komo van Help werkt sinds 1985 in het land Oekraïne. Het is een land vol onzekerheden, oorlog, werkloosheid en corruptie. We gaan in gesprek met Margreet van Beest, zij is projectmedewerker bij Komo van Help en verantwoordelijk voor een aantal projecten in Oekraïne. En ze heeft meer dan 16 jaar in Oekraïne gewoond. Welkom in de studio. Dankjewel, Laurens. Ja, meer dan 16 jaar in Oekraïne gewoond. Hoe is dat geweest? Nou, ik heb heel veel mooie en moeilijke momenten gehad in mijn leven. Maar ik denk dat de 16 jaar Oekraïne wel de meest bijzondere periode in mijn leven is geweest. Het is het zekerheden hier achterlaten in Nederland en eigenlijk een nieuw bestaan opbouwen in een ander land met een andere cultuur, cultuurverschillen en ook een hele andere taal. En die 16 jaar heeft me als mens enorm verrijkt. Zowel in de mooie dingen en de zegeningen die we hebben mogen zien, maar ook in de tegenslagen waar we mee om moesten leren gaan. Ja. Je hebt daar ook vaak wat over verteld. We kunnen niet alle momenten eruit halen, want dan zijn we lang bezig. Maar kan je misschien een moment benoemen wat jou is bijgebleven of wat altijd nog op je netvlies staat? In het werk wat ik heb mogen doen, het werken met verslaafden en dak- en thuislozen, heb ik wat mij het meest heeft geraakt is hoe mensen vanuit de meest bizarre omstandigheden, vanuit de misère dan in het anker kwamen, het opvangcentrum, en daar weer mens werden. Maar ook dat ze op een gegeven moment, waren bewoners bij die ook God hebben leren kennen. En dan die verandering zien. En dat ze door God worden aangeraakt. Als ik daar dan terugdenk, dan ontroert me dat tot op de dag van vandaag. Ja, ja. Want dat is de kern van jullie werk daar geweest. Hè? Je hebt samen met je man daar het anker opgericht, het Baken. Eigenlijk een centrum voor verslaafden. Ja, klopt. Ja. We noemden het kort al even. Hè? Oekraïne is een land vol onzekerheden. Veel mensen die in nood zijn. Nou, jullie richten heel erg op die verslavingszorg, maar wat kan jij je in het algemeen daar nog van herinneren, hoe het in Oekraïne functioneerde of hoe het ging? Nou, kijk, op zich planden we wel dingen, maar als ik 's morgens begon aan het werk, wist ik nooit waar ik 's avonds zou eindigen. Dus er waren altijd onzekerheden, er waren veel controles bijvoorbeeld op het werk. En dan was er weer iemand langs geweest van een bepaalde instantie. Of het was nu wat betreft elektriciteit of gas of brandweer of politie of weet ik veel. Altijd was er wel iets. Nou, dat speelde een rol, maar ook corruptie gaf ook heel veel onzekerheid. De oorlogssituatie op een gegeven moment. En ja, je wist het gewoon niet. Nee. Dat maakt het uitdagend. Het heeft twee kanten. Het maakt het uitdagend en interessant, avontuurlijk. Maar soms was je het ook wel zat. Ja, en merkte je dat dan bij mensen ook heel erg, die onzekerheid? Want ik kan me zo voorstellen dat het dan elke dag in je hoofd zit. Of worden mensen daar ook een soort van laconiek onder? Of? In zekere zin wen je er ook aan. Laconiek soms ook wel. Soms ook word je het gewoon spuugzat. Ja. Gewoon heel menselijk is dat gewoon. Maar ook wen je eraan. Ja. Dus je denkt, weer. Maar je gaat in een bepaald spel soms ook mee. En dat wordt van je gevraagd daar. Ja. Want anders red je het niet. Nee, bereik je geen dingen. Nee. En het heeft ook iets moois weer. Ja. Wij werken ook samen met lokale mensen, lokale partnerorganisaties. Straks hebben we ook onze gast in de uitzending. Wat schetsen die voor een beeld van de Oekraïne? Op dit moment is het een land waar nog steeds veel onzeker is. En ook de coronacrisis maakt het nog onzekerder. Dus het hele land en de economische situatie, maar ook de situatie in de gezinnen en voor de mensen daar is onzeker en kwetsbaar. Veel mensen willen daarom en hebben daarom het land verlaten. En degenen die overblijven, kinderen, ouderen, die worden dan met name geraakt. Maar ook, er is nergens geld voor. Dus je kan ook weinig bereiken. Dus dat wordt geschetst, maar ook wel een vastberadenheid bij de partners van, maar hier worden we toegeroepen en dit willen we doen en we willen een verschil maken. In ons land, in mijn land, wordt er dan gezegd. Ja. En dat vind ik ook ontzettend mooi. Dus die twee kanten worden wel geschetst van het land. Nou, nu is Oekraïne een land waar wij al heel lang werkzaam zijn als Komo van Help, sinds 1985.
Volgens mij is het land waar wij het langst zitten, uit mijn hoofd. Kan je misschien ook kort schetsen waarom het zo noodzakelijk is dat we al zo lang in dit land werken? Nou, kijk, als er een slechte economische situatie is, dan is het een ontzettend zwak land, eigenlijk op alle fronten. Dus de hulp is ontzettend nodig. En de vraag komt met name daar vandaan. Kijk, partners vragen, wil je ons helpen, want we kunnen het niet alleen. En niet omdat ze dat niet alleen willen, maar omdat ze het niet zonder hulp kunnen. Want er zijn te weinig middelen en mogelijkheden in het land zelf. En dat maakt het, de hulpvraag denk ik van de partners zelf, maakt het noodzakelijk dat we daar zitten gezien de armoede en de situatie waarin gezinnen bijvoorbeeld zich bevinden, maar eigenlijk ook wel ja, een groot deel van de bevolking. Ja, sinds 1985 is ons werk ook ontzettend veranderd, hè? Van bijbelsmokkel naar het punt waar we nu staan, het begeleiden ook van projecten. Wat is eigenlijk nu de kern van ons werk, ook in dit land? Het verschil met toen van bijbelsmokkel inderdaad en transporten met hulpgoederen is nu ontwikkeling naar zelfredzaamheid. En ik denk dat het was toen echt een gebrek aan alles. Maar op dit moment zijn de meesten ook geholpen met een stukje ontwikkeling naar zelfredzaamheid, zodat ze de dingen zelf kunnen doen, onder andere door middel van trainingen en onderwijsprojecten. En het is ontzettend mooi om die ontwikkeling te zien. Want ze kunnen heel veel dingen, gewoon. Dat kan. En daar worden ze bij geholpen. En dan gaan we samen, lopen we die weg. Ja. En dat is hetgene wat verschil maakt in ieder geval. En we hadden het net al even kort over die partnerorganisatie waarmee wij samenwerken. Ja, wat zijn dat eigenlijk voor organisaties? Of wat voor mensen zitten erachter? Nou, heel veel verschillende partnerorganisaties. Er is een organisatie die zich met name richt bijvoorbeeld op kinderen of jongeren met een handicap of het syndroom van Down. Maar het zijn dan met name lokale non-profit organisaties of kerken die zich richten op verschillende doelgroepen. Nou ja, en die voelen zich geroepen om de doelgroep waarmee ze vaak in aanraking zijn gekomen vanwege hun eigen thuissituatie. Bijvoorbeeld dat ze zelf een kindje krijgen met het syndroom van Down en daar ze door zeggen van hé, maar nu zie ik hoe het is, dus ik wil nu een verschil gaan maken door te gaan werken met andere gezinnen die te maken hebben met diezelfde problematiek. Of bijvoorbeeld verslaafd inderdaad, dak- en thuislozen, dagopvangcentra voor kinderen van kwetsbare gezinnen. Dus eigenlijk heel verschillend. Ja, enorme diversiteit aan projecten. Wat zegt jou dat? Dat er zoveel diversiteit is en dat wij ook zoveel projecten dus ook in Oekraïne hebben? Dat zegt iets over de grootte, denk ik, van de nood en de hulp die nodig is. Omdat verschillende doelgroepen geholpen moeten worden. Het is niet zomaar alleen kinderen, maar ook jongeren en volwassenen. En ik denk dat dat ook iets zegt over de situatie dan van het land. Je kan zeggen, nou, alleen de ouderen hebben hulp nodig, maar het is niet zo. Je ziet het dus op allerlei fronten, op alle gebieden, bij diverse doelgroepen. Ja. En dat maakt het ook weer mooi, maar het maakt het wel, je denkt van het lijkt soms geen einde aan te komen. Nee. Nou, we praten zo verder. Want we hebben voor het eerst ook een internationale gast in ons midden, André Bostan. Welkom in our broadcast. We have talked about our work in Ukraine and what partner organizations are doing. Can you tell us something about your organization and the work you do? The first I want to thank you very much for your invitation to be part of this conversation. And shortly, I want to say some words about our organization. We are a Christian organization and we are already 20 years old in this part, in our region. All who are in our team are people dedicated to God and willing to serve people. All these years, we have been helping those who find themselves in difficult situation. These are people with disabilities, elderly people, lonely, and large families. Previously, it was humanitarian aid. We gave out to local churches
and the churches share it with the people in their area where the churches are situated. And now we have switched it to social projects that help people who find themselves in difficult life situation. Yeah. And all our works now are in this direction. Yeah. Good to hear, and the work changed. Why is it necessary to do this work in Ukraine and in your part of Ukraine, South Ukraine? You know that Ukraine is a very large country. I can only say about our region. We are situated in the south part of Ukraine, Odessa region. It is a big part of Ukraine also, Odessa region. We are very far from the center of the country, where many industrials and industries are concentrated. In our region, people are engaged only in agriculture. This is the cultivation of cereals. This is it's a seasoned with a great risk of drought. People cannot always count on a good harvest. In winter, many people are left without work and money. Therefore, our organization helps some people to live until they can earn again. Yeah, okay. Well, later on I will ask you some other questions. Margreet, het is best mooi om even een lokale partner ook aan het woord te horen. Mooi ook dat hij aangeeft dat het werk veranderd is en dat het werk zo belangrijk is. Hoe trek jij nou bijvoorbeeld in dit geval op samen met zo'n lokale partnerorganisatie? Nou, vanuit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk en ingewikkeld het werk kan zijn. Het vaak werk van, ja, waar lange adem voor nodig is. Een kwestie van volhouden, de moed erin houden. Dus ik vind mij in de eerste plaats, mijn persoonlijke rol is een stukje betrokkenheid en daarin samen optrekken. Relatie vind ik daarin belangrijk. En dat staat voor mij voorop naast het inhoudelijke werk. En ja, daarin vraag ik ook vaak in gesprekken van ja, allereerst van ja, hoe gaat het, hoe staat het er in het land voor, maar ook hoe gaat het met jezelf, lukt het? En ja, daar heb ik vaak hele mooie gesprekken in. En daarnaast kijken we natuurlijk, ja, wat is er inhoudelijk nodig voor de organisatie en voor projecten? En wat is hun vraag? Hoe kan ik hen daarin ondersteunen? En hoe kunnen we als Comover hen helpen? En ik als projectmedewerker daarbij aansluiten, zodat zij het beste geholpen worden. Ja, dus een stukje aandacht voor de mens achter het project ook wel, zeg maar, ook achter de partnerorganisatie. Ja. Mooi. We schetsen al kort even het beeld van die diversiteit aan projecten. Nou, nu spreken we dus ook met André Bostan. Zij hebben ook een aantal dagopvangcentra of een dagopvangcentra in Strumok. Waarom werken we ook juist met bijvoorbeeld dagopvangcentra? Ja. De kinderen die daar naartoe komen, komen uit de meest kwetsbare gezinnen. Die hebben daar vaak al een achterstand. Ook te maken, kunnen ze zelfs te maken hebben met geweld of andere problematiek. En de kinderen die daar komen, die worden daardoor de leiding, door de medewerkers, ook daarin geholpen. Er is een stukje zorg, veiligheid, liefde en aandacht. Dat allereerst, een warme maaltijd. Maar ook wordt er gedacht aan de toekomst. Dus ze krijgen ook bijvoorbeeld een stukje huiswerkbegeleiding. En de gezinnen worden erbij betrokken. Dus ze proberen dat wel een totaal pakket, om het even zo te zeggen, aan te bieden. Om datgene wat ze thuis, eigenlijk waar het aan ontbreekt, kunnen ze dan in het dagopvangcentrum krijgen. Dus dat is waarom het ook gewoon ontzettend nodig is. Ja, dat ze daardoor weer wat achterstand inlopen, mee kunnen, gedacht worden aan de toekomst. Ja. Zodat de kansen ook hopelijk toenemen. Ja, en juist in de wintermaanden, maar daar zullen we het straks even over hebben, ook een hele belangrijke plek. Ja. André, you start as an organization also a DECA center. Why did you do that? Well, when we opened it, before we opened up the DECA center, we visited a lot of families.
At the moment when we were helping large families, we saw that a lot of families can neither warm their homes, nor feed their children well, nor help them prepare for school. And we decided to make a little bit more larger our work and to open a daycare center. And it is a continuation of those projects aimed at helping people. Like it is, we opened it because we saw that it is need to do this. Yeah. Okay. And now it's winter time. Why it's so important that children can go to the daycare center, especially in the winter? Oh, the daycare center in this time, it's like an island of hope. It's like an island of hope for both children and their parents. We call this category of children social orphans. Having parents, nobody needs them. The state believes that if they have a less one parent, then everything is fine there. But the reality is different. Visiting such families, especially in winter time, you can find such children in a terrible situation. They are hungry and they live in the cold, cold houses. Our daycare center offers these children good nutrition and the necessary medicine, doctor's advice, and preparation for school. It is a very important that we have in our place very warm rooms. We keep room in rooms good temperature for them. There are many smart and capable children, and we study with them, we see their abilities, and direct our efforts to develop them. Yeah. Okay. Well, good to hear, and good to see also this project. Ja, hoe kunnen wij eigenlijk samen met zo'n partnerorganisatie, maar met al onze partnerorganisaties ook het verschil maken, juist in deze landen ook? Nou, een aantal weken geleden was André in Nederland en hadden we als team een moment en een gesprek met hem. En toen werd het lied Gebed voor Oekraïne afgespeeld en dat raakte hem enorm. En toen zei hij, ja, ik vind het bijzonder dat er een organisatie en een achterban is die ons helpt en die betrokken is, zodat we niet alleen voor staan. Dat is denk ik een verschil. De mensen voelen zich, hoeven zich daar niet alleen te voelen. We doen het samen. Op die manier werken we schouder aan schouder in het Koninkrijk van God en heeft het werk met name ook impact op het leven van de individu, van gezinnen. Landelijk ligt dat iets ingewikkelder, denk ik, maar met name in de gezinnen en ja, kan dat gewoon een enorme impact hebben en een verschil maken, gewoon voor altijd. Ja, en dus voor de mensen die ook kijken, het is ook echt dus een soort gezamenlijke roeping, dat we het als Kom Over en Help doen, maar ook met onze partnerorganisatie, maar ook dus met de achterban. Ja, zeker. Als ik naar hen kijk en luister naar de gesprekken die we hebben, denk ik, ja, zij voelen zich ook ontzettend geroepen om te dienen en de meest kwetsbare mens te helpen. En ja, dat proberen wij hier ook. En dat doet ieder op zijn eigen plek. En zo trekken we denk ik samen op. Zo zie ik denk ik ook mijn rol en mijn werk en ja, ons werk. Ja, heel mooi. Kort de laatste vraag. Hoe zie jij de toekomst of zie jij toekomst voor Oekraïne? Nou, je hebt gezegd, hè, hoop is het laatste dat sterft. Hoop doet leven, is dat in het Nederlands. Dat heb ik zo vaak daar gehoord. Dus sowieso zie je aan mensen dat ze enorm veerkrachtig zijn, de moed erin houden en er altijd voor willen gaan. Dus ik denk dat er zeker toekomst is. En ja, ik vind als we ons werk doen met God en als ik zie ook de verschillen toen ik in 1994 voor het eerst kwam en nu kijk, is er een enorme verandering heeft plaatsgevonden. En als we gezamenlijk ons werk doen met God, denk ik dat er altijd een toekomst is. Ja. En kunnen we altijd hoop
bieden aan de mensen in nood. Ja, nou mooi om daarmee af te sluiten. Bedankt ook voor je verhaal en fijn dat je hier was. Dit was Compassie voor deze keer. In de volgende uitzending, en dat is ook meteen de laatste uitzending van dit jaar, gaan we in gesprek met Gerbe Heldoorn, de directeur van onze organisatie. En we gaan eigenlijk allerlei momenten van dit jaar bij langs. En dat kunnen mooie momenten zijn, maar ook minder mooie momenten. En zo hopen we het jaar ook af te sluiten. Vind je deze uitzending nou leuk? Geef ons een duimpje, want dan zien nog meer mensen deze uitzending. En abonneer ook even op ons kanaal, want dan vergeet je geen enkele uitzending en dan zie je dus ook elke uitzending. Bedankt voor het kijken voor deze keer en tot volgende keer.